We staan hier in een perceel Agrias in de Hoekse Waard. En nu is een mooi moment voor de bijbemesting. Powerleaf Quattro kunnen we inzetten om met de volledige bijbemesting te vervangen. Met bladbemesting. Dan zetten we hem in met 3 keer 50 liter per hectare. De voordelen van een bladbemesting, het is effectiever en efficiënt in drogere periodes waar we nu in zijn. En het is 30% effectiever, dus je kan er 30% stikstof bij bemesting mee besparen. En dat geeft bedrijfsbreed natuurlijk weer wat ruimte om na andere teelten wat organische mest aan te wenden. Het kan ook gecombineerd worden met uw fungicide bespuitingen. De toepassing in pootgroeift met Powerleaf Quattro. Als u het combineert met de virusbestrijding in pootgoed, max 10 liter per hectare Powerleaf Quattro, is de stikstofbehoefte van het pootgoed nog groter. Probeer dan tussendoor een keer te rijden met 25 liter Powerleaf Quattro per hectare. In pootgoed heb je altijd te maken met helemaal met olie tijdens de virusbestrijding met een verminderde waslaag. Hoe zit het nu met de kali bemesting in de aardappelen? Als we ervan uitgaan dat de kali bodemvoorraad en de kali beschikbaarheid op orde is en is er voor aanvang van de teelt van aardappelen kali gestrooid, dan gaan we nu over naar de kali bijbemesting. Helemaal in deze droge periode zien we dus dat vloeibaar efficiënt en effectief is. Kali is natuurlijk een belangrijk element in de waterhuishouding. Dus daar zitten we weer in deze droge periode erg van belang voor het openen en het sluiten van de huidmondjes. Powerleaf Kali is een bladmeststof met 25% kali en 42% zwavel. Dit is dus een bladtoepassing. Deze kan je als kali bijbemesting toepassen in de dosering van 3 keer 5 liter. Dit valt mooi te combineren met een stikstofoverbemesting vloeibaar, bijvoorbeeld met Powerleaf Quattro. Samengevat, we hebben het nu gehad over de Powerleaf Quattro en Powerleaf Kali bijbemestproducten. Deze producten zijn ook heel goed toepasbaar in andere gewassen, zoals uien. Ook in die droge periode is het van belang om bladbemesting toe te passen in die uien, om het gewas vitaal te houden.